Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Emily's Honeymoon Cruise. Aflevering 8, deel 2. Ja, zoals ik vorige aflevering al had uitgelegd. Mocht je die trouwens nog niet gezien hebben. Ietsje hierboven. Mocht je die nog niet gezien hebben, check die zeker even. Dit keer is het belangrijker dan ooit. Want, daar beginnen we natuurlijk episode 8 mee. Dit bedoel ik dan, hè. Nou, reden waarom ik het op dit moment zo doe, is omdat mijn video's te lang worden. Ik wil hem ongeveer 25 minuten houden. Met het momentele, waar we nu zitten, de afleveringen worden steeds langer en langer en al langer. Totdat vorige aflevering 45 minuten duurde. En dan bedoel ik dan aflevering 7. Dus ik ben nu een beetje aan het experimenteren met hoe en alles ik het wil hebben. Dus laten we beginnen met level 4. En dan spelen we het vanaf nu zo verder. Laat me weten wat jullie hiervan vinden. En want zo spelen we wel de hele game. Maar niet in één keer achter elkaar. Dus dan heb je ook weer een extra video. Wat weer extra lang is. Want in theorie zou ik meer uitknippen dan dat als ik in één keer doorga dan dat ik zou houden. Oh no, what is this? It this time. Uh-oh. Paint Bridget. Oh god. Ons schoonmaker is druk. Okay. Anyways. Dat. En die. Nee, maar ik wil het dus zo gaan doen, hoe ik het nu doe. En als jullie dat echt totaal niet willen. Dan doe ik het gewoon op de andere manier. Maar mij lijkt het juist logisch dat jullie het zo willen. Want dit is natuurlijk gewoon voordeliger, lijkt mij. Je hebt meer tijd. Je hebt meer minuten. Het is iets meer verdeeld. Wat wel fijn kan zijn. Want dan kijk je niet in één keer doorheen. En heb je gewoon meerdere dagen aan content. Dus ik denk dat het wel zal lukken op die manier. En zo niet, dan verandert het weer toch? Ik bedoel, we hebben wel vaker een verandering gehad op dit kanaal. Iedereen weet het onderhand wel. Even kijken. Want vorige aflevering had ik het over dat ik een game wou spelen die, erotisch is. Vorige aflevering heb ik uitgelegd wat ik daarmee bedoelde. Maar ik heb dus een beetje gekeken op BlueStacks. En die game die doet het niet op BlueStacks. Ik vind dat dus heel raar. Dus ik moet een alternatief vinden voor BlueStacks. Of ik moet hem gewoon pratende krijgen op BlueStacks. En ik weet niet welke optie sneller is. Dus dat wordt weer eventjes een beetje experimenteren. Sorry, ik had even dorst. Iedereen moet natuurlijk zijn keel gesmeerd houden. Mocht jij nog niet gedronken hebben vandaag? Ik wou zeggen, dat vind ik er wel heel knap. Maar dat is denkende in mijn eigen tijd. Want voor mij is het nu 7:15 s'avonds. Maar mocht je nog niet gedronken hebben om 1 uur, als je dit kijkt. Ik zou even wat gaan drinken, want je moet jezelf natuurlijk wel gehydrateerd houden, hè, dames en heren. Hydratie is belangrijk. Hou jezelf gehydrateerd. Vooral als je veel drinkt, net zoals ik. Godsamme. Even kijken. Zo. Anders gaat mijn keel naar de tering als ik niet drink, weet je wel. Nee, dat is het verkeerde. Hop. Even kijken, we missen lavendel. Jij wil perensap en een modderpoel met dat. Ik weet ook niet wat het is, nou noem ik het maar dat. Wel weer lekkere, rustige muziek.
Ik moet wel zeggen, ik vind het best wel chill om zo deze opnames te doen. Want dan hoef ik tenminste niet 45 minuten achter elkaar lang door te praten. Kan ik nog even kleine pauzes tussendoor houden. En vind ik wel lekker. Is wel chill, zou ik zeggen. Oh ja, even één ding. Ik wil het even hebben over die erotische game. Die game die is zowat volgens mij alleen maar Engels. En ik heb een Engels kanaal. Ik heb er één video op geüpload. Ja, twee video's. Welkom op TGCR. Dat is niet de naam van de kanaal. Nu ik me zo bedenk. Welkom op TG Remastered. Dus TGR. Ja, TGR. En, want TGCR, dat is de Discord server waar we momenteel in bevinden. Nou ja, niet momenteel in bevinden. Mocht je de Discord nog niet gejoined zijn, join even hier in de beschrijving. Je weet het te vinden. En, TGR, The God Gamer Remastered. Het heet natuurlijk niet The God Gamer NL Remastered, want het is niet Nederlands. Het is Engels, dus. Maar dat kanaal heb ik dus. Mocht je daar nog niet op geabonneerd zijn, zoek het even op. Het heeft momenteel 5 abonnees. Wat volgens mij alleen maar vrienden zijn. Maar goed, weet je wel. Volgens mij, nee, trouwens niet alleen maar vrienden. Volgens mij 3 of 4 vrienden, zoiets. Nou, het zal ook wel. In ieder geval, het heeft 5 abonnees. Wie het zijn, ik weet het allemaal niet. En, abonneer je erop, want als ik zo'n game ga spelen, dan zal ik het waarschijnlijk op dat kanaal gaan doen. Want het is toch volledig Engels, het is een story. En, ja, tuurlijk, ik weet, er zijn Nederlanders die volledig Engels begrijpen en spreken. En, maar, dan kun je beter gewoon op dat kanaal kijken, want ik praat toch Engels op dat kanaal, weet je wel. Dus, volg het kanaal als je wil. En volg het kanaal als je wil. En dan zullen we nog wel zien of ik op ga uploaden. Want zo'n storygame, ja, ik kan er wel een beetje Nederlands commentaar onder geven. Maar het is ook zo'n storygame die je met heel veel andere dingen kan combineren. Dus ik kan letterlijk dezelfde game ook in het Nederlands spelen. Nou ja, als een Nederlands soort livestream gedoe of zo, weet je wel. Ik ga streamen in het Nederlands is een keertje. Niet op dat Engels kanaal natuurlijk, maar op dat Nederlands kanaal. Dus hier. Zou best kunnen, maar moeten we gewoon even kijken, want daar trouwens streamen zal ik het nooit. Nee. Het heeft speciale redenen. En mocht ik er natuurlijk een stukje uit moeten knippen. Want volgens mij is die game niet 100% YouTube friendly. Ik weet het niet. Ja, volgens mij wel. Ja, ik ben nooit nudity tegengekomen of iets. Dus het zou haast wel 100% vriendelijk zijn. Ja, alleen een beetje de tekst kan af en toe erotisch zijn, maar voor de rest is het niet heel erg boeiend. Je hebt je Bridget painting af. Dat is goed. Maar het is toch erg? Ik bedoel, deze video die duurt alweer 9 minuten lang. En ik doe nog maar 1 level. Stel voor we zouden 4 levels moeten doen. Dan waren we dus, als we deze logica afgaan, 50 minuten bezig. Ja, dat wordt hem niet. Dan zeg ik simpelweg gewoon nee tegen. Dat gaat niet gebeuren. Weet je wat ik trouwens ook wel leuk vind om te zien op mijn kanaal? Als ik echt gewoon een dag niet upload, krijg ik mijn vorige upload echt gewoon heel veel views in één keer. Gewoon, die wordt dan echt gepusht. Mensen gaan dan echt kijken zo van, geen upload? Hoezo niet?
En dat vind ik best wel grappig. Want bijvoorbeeld vorige, niet vorige aflevering, episode 7 van Emily. Die heeft bijvoorbeeld nu 61 weergave op het punt dat ik opneem. Ja, dat is toch insane als je zo over nadenkt. Want de anderen hebben maar 30. Dus dat is 2 keer zoveel, hè. Voor een normale, of voor een episode waar ik 2 dagen daarna even niet meer uploaden. Maar, ik bedoel, dat is alleen maar sport en ik kan het waarderen. Dus ik wil jullie hiervoor bedanken voor de sport. Ook dat ik dit in 2 opneem, kan ik ook gewoon een dagje tussen nemen en dan gewoon makkelijk doen. I give you Bridget, the goddess of my heart. Jezus Christus. So art might not be your thing either. Nee, dat kan ik wel begrijpen, Antonio. Dat is over erotisch gesproken. Als ik het zo goed gebruik. Are you alright? Oh, but no grand gestures today. That would be nice. Wat zijn gestures? Oh! Ik weet het al. Verrassingen. Zoiets. Een geschenk. Volgens mij. Of dat goed is, ik heb geen idee. Ja, het zal vast wel. Want zo herinner ik het. Een gestuur. Een geschenk. Hop. Patrick is er nog steeds niet, hè? Ik vraag me af wanneer die makker blijft, want, hè? Oh, weet. Het enige nadeel wel is, nu moet ik 2 titels gaan verzinnen voor de afleveringen. Oh, dat gaat een probleem worden. Ja, niet per se een probleem. Maar het is wel iets waarvan ik zeg zo van, oei. Dat, gaat moeilijk worden, want ik ben meestal niet zo heel origineel met mijn titels. Ja, tuurlijk, de titels die zijn er en die zijn wel prima, vind ik. Maar het is niet dat je zo zegt zo van, wow, daar is heel veel gedacht in gegaan. Want simpel gezegd, ik heb die mindset niet om heel veel goede titels te verzinnen. Ik kan wel wat. Zo, pardon. Ik kan wel wat, maar niet dat. Ik pak meestal gewoon een beetje een titel wat uit de aflevering komt. Zo, ik heb de hik in 1 keer. Een titel die uit de aflevering komt. Bijvoorbeeld van waar is Patrick? Zoals je in aflevering 7 kon zien. Zo. Het is ook heel vaak dat ik gewoon geen zin in heb. In edit heb. Al heb ik weinig editwerk. Ik heb gewoon geen zin om die hele video klaar te zetten. Dus heb je meestal nog een dag delay in de video zelf. En op zich. Die lezen niet zo heel erg, want dan krijgen mijn andere video's weer meer weergave, blijkbaar. Dus, misschien is er wel een idee. Want op zich, elke dag uploaden is leuk. Alleen, ik hou het niet vol. Ik heb interesse in video's maken, ik heb daar zin in. Maar om dat nou elke dag te doen? Ik heb af en toe gewoon even mijn rust nodig om mijn interesse terug te krijgen, want... Af en toe heb ik gewoon geen zin in. Of komt het niet helemaal uit met wat ik moet doen. Want soms moet ik nog douchen op een dag, weet je wel. En dan is het al avond en dan moet ik bijna naar bed toe. Dus dan is het of douchen of opnemen. Ja, ik ga natuurlijk douchen, want clean, weet je wel. En ja, dan heb je toch weer een opname minder. En dat is weer een dag minder. En dan weet je wel... het is altijd een beetje een balans zoeken. De ene keer doe ik meer uploads, de andere keer doe ik iets minder. En de andere keer upload ik gewoon niet. Maar ik vind het altijd wel leuk om de statistieken te zien en de eindresultaten van video's.
Want ik bedoel, ik moet toch voor een gedeelte mijn eigen video bekijken. En meestal zit ik wel zo van, ja, op zich, dit is wel goed. En als ik echt zo zit, zo van, nee, dit vind ik echt kut. Nou, dan knip ik het eruit. Of, ja, video's opnieuw opnemen doe ik nooit. Want dat is gewoon, ja, dan moet je een soort van doen alsof je niet hebt opgenomen. Of dan moet je liegen van, ja, mijn opname is gecrashed. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ben daar niet van. Ik vind het zo irritant, want dan moet je net doen alsof, weet je wel. Dat is niet mijn stijl. Zo ben ik niet. Eens even kijken. We zitten op de helft van de tijd. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi om te horen altijd. Lekker relaxend. Nou, tut. Ja, hé. Oh. Ik kan je vertellen één ding. Dat is geen suiker. Nee, dat is geen suiker. Dat is, andere wit poeder. Poedersuiker natuurlijk. Waar dachten jullie aan? Echt hoor. Gekkies. Jullie denken natuurlijk weer aan die harddrugs. Nee joh. Of aan iets goors. Oh, de mensen die aan goorde dingetjes denken. Uitkijken, uitkijken. Nee, het is gewoon poedersuiker. Capies? Goed zo. Kijk, hij wil ook gewoon lekker poedersuiker. Hij hoorde dat ik het over poedersuiker had. Hij kwam direct kijken met zijn half doorgesnoven neusbotje. Ik bedoel half opgegeten neusbotje, want ik bedoel snuiven. Je snuift geen poedersuiker natuurlijk. Eeuw. Poedersuiker snuiven, nee, niet goed. Lemonwater. Lemonwater. Waarom zou je trouwens bevroren oogdoeken op willen? Waarom bevroren? Wat voor logica zit erachter? Is dat lekker? Is dat relaxend? Of, ja, het zou best wel lekker zijn, want anders wil je het natuurlijk niet. Gok ik. Of hij houdt van spicy dingetjes. Nou, je weet het maar nooit, hè. En we hebben target gehaald. Lekker. Perensappie. Nou, ik heb dus wel eens perensap gedronken. Ik vond het best lekker. Veel mensen vinden al die verschillende soorten sappen nooit lekker. Maar ik weet niet. Ik vind perensap wel lekker. Weet je wat ik niet moet doen? Appelsap. Vies piswater, jongen. Echt. Als je het over piswater hebt, nou, appelsap, alsjeblieft. Godsamme, jezus. Appelsap moet echt niet. Kom bij mij aan met appelsap. Nee, weet je wat nog erger is qua drinken? Oh, het meest erg qua drinken. Die warme, vieze chocomel die de school serveert, weet je wel. Nee, heeft school chocomel gehaald voor iedereen. Maar dan is hij zo vies warm op lauwe kamertemperatuur. Chocomel zelf is taan toe lekker. Maar die van school? Die moet je niet hebben. Nee, nee. Alsjeblieft. En mijn school flikt er nog wel eens. En dan kun je zeggen zo van, ja, maar wees blij dat jouw school jou tenminste chocomel geeft. Ik ben ook hartstikke blij. Maar niet met die warme chocomel. Gep verdemme. Nee, weet je wat ook zo'n verhaaltje is? We hebben een beetje weinig tijd, maar ik zal het even snel vertellen. Dus ik heb zo'n verhaaltje, wat dus schoolontbijt op school. Ik weet niet meer precies wanneer dat was. Volgens mij iets van vorig jaar. En de schoolontbijt moest iedereen naartoe komen. De vierde klasses, oh nee, dat was dit jaar. De vierde klasses die waren dus eerst met de schoolontbijt. Nou, iedereen, we hadden allemaal hagelslag op tafel staan, weet je wel. En ja, iedereen dus een beetje zo lekker spelen met het hagelslag na het eten, weet je wel. Gewoon een beetje kinderachtig. Doet er niet toe. Gewoon grappig, weet je wel. Maar daarna,
want er was elke klas apart. Van 1 tot en met 4, elke klas apart. En nou, elke groep apart. Dus dan had je klas 1, klas 2, klas 3, klas 4. Nou, klas 4 was eerst, daarna 3, daarna 2, daarna 1. En wij zouden een beetje spelen met die haalslag. Sommigen hadden per ongeluk omgeflikkerd, hadden alles er weer terug in gedaan. Weet je wat er werd gezegd aan het eind? En ik weet dit omdat ik dat inside informatie is door bepaalde mensen die eraan meehielpen. Die haagslag die is dus opnieuw gebruikt voor de andere klasse. Gek verdemmen. En dat ontbijt bij elkaar kostte ook nog wel even flink. Ik zeg niet de prijs. Want ik zit nog steeds op mijn school. En ik wil geen problemen daarmee hebben. Maar nee, daar hadden ze beter. Die hadden ze beter kunnen bewaren om op schoolreisje te gaan. Laten we het daarop houden. Ik denk dat je voor 8 klassen wel schoolreisje kon betalen daarvan. Ervan uitgaan dat schoolreisje redelijk duur is, matig. Weet je wel? I don't think I ever thank you for helping me out. It's alright. I love to be here. Now, if only Patrick were here. I'm sure Patrick will turn up very soon, Emily. Wie is deze vrouw? Are you talking about Patrick with the brown dupal eyes? Yes, have you seen him? Yeah, he knocked himself out on the beach. I even have a video of it on my camera. Ik moet gewoon een stemmetje imiteren, oké? See, it's gone viral, never gets old. Oh. Oké, dit is een video. Oh, daarom is hij natuurlijk niet. Aha. Dit is trouwens Xylem's originele ding. Zijn originele. Hoe noem je dat? Ding. YouTube kanaal. Vind ik wel grappig, weet je wel. Ook gewoon watch. I have to call him. Angela, she always has a phone. Oh, vandaar dat hij er niet is. Wel grappig dat we direct naar YouTube werden verstuurd. Die had ik niet verwacht, zeg maar. Chuck the delivery guy. Upgrade to international delivery agent. Chuck flies around the world to deliver every package on time. No matter what. Ah, we zijn toch al best wel lekker bezig met collecteren. Wat is dit? To unlock this chapter, you buy all 61 items in the shop. 27 hebben we al gekocht. Zo, dat is wel veel hoor. Ik denk dat dat wel lukt. En volgende aflevering. Er wordt ook denk ik een deel aflevering. Ligt er een beetje aan wanneer ik dit upload. Want misschien upload. Of neem ik dit eerder op dan dat ik dit upload. En dan heb ik natuurlijk jullie meningen nog niet. Maar volgende aflevering, episode 9, gaan wij Fashion Victims spelen. En we zullen zien, dames en heren. Ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Emily's Honeymoon Cruise. Mocht je nou hebben genoten, druk dus zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer en tot de volgende keer. Ciao!